Ik heb iets heel speciaals voorbereid voor deze twee. Lisa Koster, Melanie Koster. Op een of andere manier hebben ze exact dezelfde achternaam. En zien ze er hetzelfde uit. Geheel toevallig. Hoe is dit mogelijk? Vertel het mij. We zijn sisters. Oh, dat is raar omhoog. Ja, echt hè. Hé, maar ik heb een vet originele vraag. Wie van jullie is als eerste geboren? Niemand van ons. De geboortekaartje had allebei dezelfde datum en tijd. Maar what the fuck? Je hebt toch man en papa? Ja. Die waren er toch bij? Die was er toch? Die kan toch niet zien wie is? Het is een baan. Dit is gewoon bullshit. Ja. Jullie zijn gewoon geadopteerd ofzo. Fuck dat, man. Oké, genoeg over jullie. Het is tijd om te praten over YouTube. Want dat doen we allemaal. En ik heb vandaag iets heel speciaals voorbereid. Namelijk deel 2 van de grote officiële Kelvlog YouTube quiz. Ik heb ooit in mijn leven de YouTube-quiz gedaan met Rutger van Virtje. Die had het goed, die deed redelijk. Nu hebben we 2 personen. Dus jullie hebben eigenlijk dubbel kans om deze shit te doen. We gaan er helemaal voor. Ja? High five. Vraag 1. Oh, moet ik even kijken. Oké, dit is trouwens een quiz over YouTube. Alles wat maar met YouTube te maken heeft, gebeurt hier. Klaar voor? Ja. Yes. Je kunt niks winnen trouwens. Dat is een ding. Jammer. Vraag 1. Wat is abonneren in het Kroatisch? A. Kupanja Aplatu. B. Abio Miri. C. Die is sowieso niet. Fred Platati. Oké, okay, dan is A. Maar A was Kupanja Aplatu. Ik heb een A. Abonneer. Want jij B, dat is gewoon te. Dat kan gewoon zo op mijn personen. Het is fout. Zeg niet dat het B is. Want... Nee, het is C. Okay, maar jullie luisteren niet eens naar C. Dat was C dan. Ja, precies. Dat bedoel ik. Pret Platiti. Oh, Pret Platiti? Ja, Pret Platiti. Het klinkt echt alsof je naar een pretpark gaat. Maar dan met tieten. Maar dan met tieten, ja. Nee, jullie hebben het fout. Nou. Dit is heel slecht. Jammer. Wacht, ik weet wel wat Kupanja Aplatu betekent. Oh ja, modderbad. Modderbad? Ja. Waarom typ je dat in? Vraag 2. Hoeveel views heeft Gangnam Style? A. 2 miljard. 4.920.233. B. 2 miljard. 329.206.094. Of C. 2. 2. 2. Zo. Wat was de eerste ook alweer? Ja. Kijk elkaar even goed in de ogen. Dat voelen we aan als telepathische band. Ik voel het goede antwoord. Ik zeg B. B. Nu heb ik het fout, ik weet het. Gewoon onzeker. Ja, het is mee. Yeah! Gedaan hoor. Ja. Het kwam voor mij. Het kwam dat ik mijn handen in die hand heb. Oké. Jullie hebben 1 vraag goed van de 2. Het glas is half vol. Vraag 3. Van de allergrootste YouTubers aller tijden. Wat is het allereerste woord uit de allereerste video op Girls World Problems? Nou, niet het allereerste woord, maar allereerste zin. Hallo! Nee! Nee, dat is Joyce! Ik vind het fucking leuk om quizmaster te zijn. De eerste video was op het bed, toch? Dat is goed. In SS bed. Ja. Maar dat was niet de vraag! Nee. Oké. Okay. Ah, dat deed zeer aan mijn oor. Nee? Gaat er iemand dood? Oh, het brandt weer. Ik kan nog steeds iemand doodgaan. Jullie gaan dood, zit deze quiz niet. B. Hallo! Wij zijn Melanie en Lisa. Ik denk dat het mooi is. Of C. Brrr. Oké, okay, grapje. Oh, of ik dat ding is goed. Was de eerste zin? Nou, ik heb de vraag nog 3 keer gehad. Nee, ja, oké, dus het is B. Maar ik weet het niet, een grapje. Je deed toen iets met je hand. Jij deed iets raars. Oké, okay. Grapje. Oké, okay, maar dat is de tweede zin. Oké, okay, als het fout doen, is het jouw schuld. Het is B. B? Ja. Ha! Fout! Ja! Ziek slecht! Ja. We beginnen toch altijd met hallo? Ja, maar in die video niet, want we hadden een blooper ervoor gezet. Fuck! Ik zal hem wel van je laten zien. Oh my god, help. Oké, grapje. Dat was broer, oké, okay, grapje. Ah, damn. Slechter. Ken onze eigen. Weet jij nog wat je zei? Ja. Yo, dat zei ik serieus. Vraag 4. Wat is de beste YouTube-video van Nederland? Hoe moeten we dat? Ik ben de quizmaster. Jullie beantwoorden, ik vraag. Maar waar moeten we dat baseren? Nee, dat is weer een vraag. Ik stel een vraag, jullie beantwoorden die shit. A. De Kerstman moet dood featuring Colin Buscher. Tussen haakjes extra droge video van Creamination. Jullie mogen het filmpje wel even zien. Allemaal. Met een kleine ruzie. Oh man, ik ben mooi. Dan maak je helemaal af. Oh god, oh god. Best video. Vraag B. Nee, wacht. Nee, antwoord B. Sorry. Boyband's Antje C van Cinemax. Always in the top of 4 or 5. People think they got the greatest life. Duh. Of! Doet niet. Wacht even op C. Okay. Ja, die B die we zien. Vraag C. Antwoord C. Oh. Fuck! Lekker gek doen met Sjoerd deel 1 van Robin Nijbegaan. Ik vind C. Mel kan niet kiezen, dus ik kies bij mij. Ga je voor C? Ja. Ja, dat is goed! Yeah. Over
duidelijk. De allerbeste video. Een dude die danst op Taylor Swift. Wow. Yes. Het kan niet beter. Het wordt ook niet beter. Jullie hebben 2 goed van 4. Dus als je de allerlaatste vraag goed hebt, dat je 3 van de 5 goed hebt, dat betekent dat je niet uitmuntend bent, maar gemiddeld is voldoende. Yes. Oké, okay, ik heb hem. Ja, ben je klaar voor? Jullie ook allebei? Telepathische shit. Ja. 2-1. Op welke vraag is 146 het antwoord? Jullie kijken echt alsof ik fucking bullshit, maar dit is een heel echte vraag. Nu ga ik. Ik ga geen rekenshit doen. Ga ik 3 vragen stellen. Dat is een YouTube, hè? Dat is geen rekenshit. Nee, dat maar. Okay. Hey, hallo. Okay, alles is mogelijk met de interpretatie. Hoeveel is 8 keer 3 plus 8 min 43 keer 7 plus 89? B. Hoeveel Kelvlog video's zijn er? Of C. Hoeveel seconden duurt lekker gek doen met Sjoerd deel 1? Ik denk C. Ze hebben nog eens de rekensom gedaan. Ja, maar ik ben je langer vergeten wat het was. 8 keer 4, weet ik nog wel. Hij begon met 8 keer 3. Oh. Dus... Wauw. 8 keer 3 plus 38 min 43. Oké, dat is hem niet. Dat ga ik alvast vertellen. Okay. Dat is hem niet. Ik denk dat het D is. Oké, dan gaan we nu een keer van jouw antwoord. Nee. Dat zijn wel een goede video's. Ja, ik heb 146 keer. Ja? Nee, wacht. 3 van de 5 goed. Nou vind ik dit niet ziek goed, maar het is een 6. Yes. En dan mag je toch wel gelukkig missen. Mijn dag is weer helemaal goed. Dames en heren, ik bedoel dames. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid in deze spelvlog. Vinden jullie deze twee nou exact hetzelfde? Exact. Dan deel ik die mening. Wil je meer van hun hetzelfdeheid beleven? Dat kan op hun YouTube kanaal Girls World Problems. Vertel heel gauw even wat jullie daar doen. Wij maken grappige mindsketches over... Waarom ook? Mijn grappig. Nou, misschien is het nog niet grappig. Nou, dan is het niet grappig. Ja. Maak op mij de sketches over mij de problemen en dat is het. Dus alleen maar stem voor mij dan? Nee. Dan zeg je alle mannen mogen ook kijken. Alle mannen mogen ook kijken. Hallo, over super, over seks, de pubers, gewoon alles kijken. Alle mannen, kom maar. Kom maar. Kom maar. Niet iedereen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Want mocht ik nou weer eens een keer een filmpje maken met een vrouwtje, of twee, dan heb je mij vandaag op de hoogte. Dat is echt belangrijk. Klik op abonneren. Weet je nog wat abonneren in het Kroatisch is? Pretty Tita op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende week weer. Dinsdag 4 uur. Duimpje omhoog. Tot dan. Doei. Doei. Vertraging van NS? Ik ken het niet. Auto-ongelukken? Ik ken het niet. Wachten op het vliegveld? Ik ken het niet. Ik heb een speciaal pak voor mezelf uitgekozen. Met een dikke T.